De luchtvaartdienst kreeg gisteren de melding dat een luchtvaartuig zich in het Surinaamse luchtruim zou moeten bevinden. Echter kon er geen radiocontact mee gemaakt worden. Later bleek dat het vliegtuig de communicatiecapaciteit had verloren en een ander mankement had, waardoor de piloot het noodzakelijk achtte een noodlanding te maken. Volgens verkregen informatie is het vliegtuig vanuit Guyana vertrokken met als eindbestemming Frans-Guyana, waarbij er gebruik gemaakt is van het Surinaamse luchtruim. Toen het vliegtuig geen contact maakte met de luchtverkeersleiding en omgekeerd het ook niet kon worden getraceerd, is terstond gerapporteerd aan de leiding van de luchtvaartdienst. Met behulp van de overige buurlanden als mede overige luchtvarenden is getracht het luchtvaartuig in kwestie te achterhalen. Na enige tijd is met behulp van nationale diensten, in deze het Korps Politie Suriname, duidelijk geworden dat het luchtvaartuig een noodlanding heeft gemaakt op de eerstrip van ondernemer Imro Mangli in het district Nikeri. Vermeldenswaard is dat het luchtvaartuig zich aan de procedures heeft gehouden voor het mogen betreden van het Surinaams luchtruim. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het vliegtuig is vanmorgen door de plaatselijke politie vrijgegeven.